Ja, superleuk dat je kijkt naar deze video. We gaan een gorilla tekenen, dus supercool. We doen het in verschillende stappen. Nou ja, als je gewoon doet wat ik doe, dan komt het helemaal goed. En het mag natuurlijk helemaal een beetje anders lijken, hè, want iedereen heeft zijn eigen stijl. We beginnen even met een ovaal. Op deze manier. En dan gaan we hiernaast ook een ovaal tekenen. Probeer het een beetje te dromen. Ik noem dat altijd droomtekenen. En kijk, zo een ovaal. Gaan we dat verder helemaal uitwerken. Hier ook een ovaaltje, daar ongeveer op die plek. Dan, want dit wordt zijn hoofd, zo deze grote en die. Dus ga gewoon heel zachtjes tekenen, zodat je de lijntjes eigenlijk bijna niet ziet. Want je hoeft het straks niet uit te gummen, maar je kan het uitgummen straks alle lijntjes die je niet nodig hebt. Maar die hebben we wel nodig om straks tot hele mooie vormen te komen. Kijk, dit is ene schouder, dat is een andere schouder, die komt wat dichterbij. En dan hebben we hier zijn onderkant van zijn arm. Kijk, die is ietsje groter, zie je dat? En dan gaan we deze twee verbinden. En dan heb je, tadaa, heb je een arm. En dat kunnen we hier onder zo ook doen. Dan hebben we andere arm en dan gaan we die ook even met elkaar verbinden zo. En hieronder komen zijn klauwen. Die zien er een beetje zo uit. Zo, zo, zo. En weet je, als het niet helemaal precies is zoals hier, maakt niet uit. Iedereen maakt zijn eigen gorilla. Ik ga hier nog eventjes deze lijn en deze lijn. Kijk, hier komt straks zijn borst zo. Hier is zijn rug. Zie je? En nu zie je al een klein beetje de gorilla tot stand komen. En nou, dan gaan we eventjes zijn billen maken. Zo, kijk, hier heb je dan ook een ovaal, een beetje zo'n vorm, een beetje uitgerekt meer. En hierachter heb je dan die andere. En dan komt hier zijn buik. Ja, die komt dan een beetje zo'n soort golf komt hij erin. Dus probeer eerst een klein beetje deze vormpjes erin te krijgen. Probeer het nog niet helemaal uit te werken, want dat gaan we straks pas doen. Dus gaan we hier twee. Kijk, hier heb je die ovaal zo. En dan heb je hier nog twee lijnen voor. En dan hebben we die achterpoot. Ziet er natuurlijk uit als een hand. Zoiets. Soort handvorm natuurlijk, hè. En dan hebben we hier nog zijn andere achterpoot. En die doen we een beetje zo. Kijk, nou hebben we al mooi de vorm van de gorilla. En nu ga ik alvast een beetje gezicht bepalen. Dus zijn wenkbrauwen die zitten een beetje op de helft. Zo. En dan zijn ogen komen hier zo achter. Doe eerst eventjes gewoon twee rondjes zo. En dan zijn neus zit ongeveer, kijk op de helft van de helft. Dit is ongeveer de helft van het ovaal. En daar de helft van, daar zitten ongeveer de neusgaten. Doen die niet te dicht bij elkaar. Hier zo. Maar we zijn nog aan het dromen, hè? Dus en daaromheen zo. De neus. Dat gaat een beetje zo. En dan hebben we hier de wangplooien. En dan, kijk, een beetje bozig, hè? Dat is een stoere. Misschien een klein beetje laten lachen. De mondhoekjes een klein beetje zo omhoog zo. En maar het is wel een beetje leuk als hij een beetje stoer kijkt zo. Kijk, dit worden straks haar zo, pluimpje zo. En dan een beetje. En dan hebben we hier de haargrens ongeveer. Ze dus heeft een hele lage haargrens vlak boven de wenkbrauwen. Zo. Nou, dat begint al wat te worden. Kijk, nou hebben we dat dromen hebben we nu gehad. Nu ga ik echt eventjes schetsen. Dat is de volgende stap. Dus ga ik even bepalen voor welke lijntjes ik ga kiezen. Dus en dan gaan we
ietsje minder grof werken. Dus dan ga je tussen al die lijnen, ga je, even kijken van nou hier, zo worden die ogen ongeveer. En dan zie ik hier die neus, die loopt dan ongeveer zo een beetje. En dan, kijk, dus dan wordt het al een klein beetje duidelijker. Hier komen ook wat haartjes zo. En dat doe je nog steeds zachtjes hoor. Ga nog gewoon zachtjes, ga nog niet uitwerken. Maar ik ga nu een beetje echt de vormen bepalen. Kijk, deze kunnen misschien ietsje meer. En tijdens deze stap kunnen we ook nog gewoon die droomstap doen, hè? Dus eerst dromen, daarna schetsen. Daarna gaan we uitwerken en daarna gaan we afwerken. Dus hier zal ergens nog een oortje zitten. Die doe ik al even hier zo. En dan allemaal haar. Kijken. En dan heeft allemaal haar, dus ik maak altijd zo'n beetje zo van dit soort lijntjes maak ik ervan. Zo. En zo kont hier zo. En ik maak iets meer vorm in. Ga nog een klein beetje zo. Zie, en daarom hebben wij die droomlijntjes nodig. Want die zijn nog niet helemaal zoals ze moeten zijn. Dus daarin gaan we dan schetsen. Zo. Ik maak het nog niet te ingewikkeld allemaal. Dit is nog wel te doen. Ik hoop dat het bij jou ook een beetje lukt. Zo, nou ja, de klauwen. Ik maak hier wel even vier klauwen van. Kijk, nu hebben we al dit. Kijk, nou, en nou ga ik dus. Dus uitwerken en dat doe ik gewoon met stift. Dan kan je gewoon stift pakken en dan ga je gewoon met stift eroverheen. Ik zal het even in een andere laag doen zo. Kijk, ga ik zo met stift ga ik er zo overheen en ik doe het een beetje schetsachtig, dus niet te netjes. Je kan ook strakke lijnen trekken, maar wil het een beetje kunstzinnig houden. Dan heb je wat, noem je expressie. Krijgt het zeggingskracht. Dat zijn allemaal van die termen. Die doen het hem wel, want dan ga je meer in je eigen stijl werken. Als je het te netjes doet, zeg maar, dan lijkt het net of een robot het gemaakt heeft. Kijk, en we zijn natuurlijk mensen, hè? Dus kijken. Doen we zo en zo. Eerst een beetje met die neus kunnen we gewoon zo zwart maken. Twee neusgaten. Dan doen we dat zo. Al wat lijntjes. Maak het allemaal niet te netjes. Doen we nog eventjes wat donkere wenkbrauwen zo. Klein oortje, dus niet zo'n hele grote oor. Nog even een paar wallen. En dan gaan we dit even verder uitwerken. Kijk, gewoon allemaal kriebellijntjes. Niet te netjes. Borstkast hieronder om straks schaduw.
Hier kan ook al even wat zwarte schaduw. Doe ik hier ook wel eventjes zo aan de zijkanten, zie je? Altijd wel hier kan ook al wat schaduw. Dus ik ben aan het uitwerken, maar ook al een klein beetje aan het afwerken. Al die lagen. Ik doe eventjes, kijk, ik ga hier toch nog even ietsje naar beneden. En omdat ik niet te netjes afwerk, maar gewoon een beetje, kan ik gewoon nog van alles corrigeren. Is nog van alles mogelijk. Dus ik geef mezelf eigenlijk steeds nog de vrijheid om gewoon lekker te kunnen blijven spelen. Dus ik kan altijd weer terug naar een vorige stap. Doordat ik op deze manier werk, niet te netjes, kan ik gewoon ja, blijven schetsen, blijven dromen. Kan het echt. Kan het ontstaan en dat vind ik zo mooi. Dat, dan wordt het eigenlijk echt altijd een kunstwerk als je het kan laten ontstaan. Hier doe ik nog even wat meer. Hier nog even wat haartjes zo. En het is onmogelijk om precies na te tekenen wat ik doe. Maar je voelt wel een beetje al hoe ik aan het werk ben. En als je dat een beetje overneemt, dan maak je gewoon je hele eigen kunstwerk ervan. En dan lijkt het er misschien een beetje op, maar toch heel anders. Dus je gaat toch helemaal je eigen gang. Dus je maakt er nu echt gewoon zelf een eigen kunstwerk van. Dat is het mooie ervan. Zo, niet te moeilijk dit. Zo. Hier zit geen haar daar. Hier dan wel weer een beetje zo. Nou, deze achterpoot zit helemaal in de schaduw. Dus die kan ik wel een beetje zwart maken zo. En hier is. Kijk, dus ik begin ook al een beetje met. Te bepalen waar de schaduw is. Hier lijkt me ook wel schaduw. En je moet nooit te bang zijn met schaduw maken hoor. Gewoon lekker dingen zwart maken. Ook al klopt het niet helemaal. Je kunstwerk moet wel lef uitstralen natuurlijk. Want ja, je bent wel de kunstenaar en je moet niet. Moet je niet schamen voor je kunstwerk, zeg maar. Gewoon duidelijk van, hé, dit heb ik gemaakt. Dus, dit is het. Dus ik doe hier ook nog even wat schaduw zo. En, gewoon, dus ook gewoon, je moet je verstand gebruiken, maar ook enorm veel je gevoel. Doe hieronder ook eventjes een schaduwlijntje. Nou, ga ik hier zo deze lijn. Kijk, en ik blijf een beetje schetsachtig. Alles laten ontstaan. Een kunstwerk ontstaat altijd, hè? Als je kunst wil maken, dan laat je het ontstaan. Dus maak het ietsje groter nog die neusgaten zo. Ja, dat ziet er beter uit. Zie je, dus zelfs op het eind ben je nog aan het dromen, aan het schetsen. Dus hier deze nog eventjes zo. En zie je wel dat ik het helemaal niet zo netjes doe. Maar daardoor voelt het wel beter. En kunnen we nog sowieso. Een beetje met pastelkrijt of zo. Ik hoop dat je pastelkrijt hebt. Of misschien andere krijtjes. Krijt werkt altijd heel erg goed. Als je, vooral als je wil leren tekenen. En met kleuren wil leren gaan. Kunnen we dat nog eventjes. Tadaa.
Ziet er al goed uit zo. Doe hier nog even. Zie je? Ga ik nog eventjes een beetje. Ja, een beetje met krijt spelen. Een beetje grijsachtig bruin misschien. Hier nog eventjes dit. En kleuren. Hier nog een beetje kleur. Kijk, dat gaat heel snel. Kan je zo uitvegen, dat krijt. Dat werkt echt heel snel. Niet te netjes. Nou ja, dan kan je nog je de buitenomgeving. Kan je nog mooie kleuren. Kan je wat moois van maken. Misschien kan je nog een boom of zo hier. Ik ga het niet helemaal uitwerken hoor. Maar gewoon wat ideetjes. Dat je het idee hebt dat hij in een bos is of een oerwoud. Hier nog een tak zo. En niet te netjes. En dan kan je dat allemaal verder gaan afwerken. Maar het gaat nu eventjes om de gorilla. Dan weet je in ieder geval hoe je een gorilla kan tekenen. Op een hele kunstzinnige manier. Als een echte kunstenaar. En ja, ik kan nog veel langer gaan uitwerken. Hiermee klooien. Ik zal hier nog eventjes dit toch nog even wat donkerder maken zo. Maar ja, ik kan het gewoon zo maken als je zelf wil. Dus. En we hebben onze meneer Gorilla. Nou, hey, superleuk dat je kijkt naar deze video. En ik hoop dat die voor jou ook een beetje gelukt is. En als die totaal er anders uitziet, dan maakt het allemaal niks uit. Ik kan trouwens ook nog eventjes, bedenk ik me nu ineens, nog eventjes hier wat schaduwlijntjes zo maken. Zo. Hier allemaal gras. Zie je, ik kan gewoon niet stoppen. Ik hoop dat jij ook niet kan stoppen. En dat je er nog iets heel moois van maakt. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Doei!